Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ga verder met Herodotus en met het verhaal over Paris en Helena in Egypte. En de epithes Eionos, Tokainen is die, Heraklios Hieron, Estohen Kataphygon, Oiketes Hotai on Anthropon, Epibaletai Stigmata Hera, Heauton Didus Toiteoi, ook Exesti Tutu Apsastai. Nou, een lange zin. En de is een PV. Epithes Eionos is een genitivus door de epi. To is hier een relativum. En het heeft iets te zeggen over die Eionos. Esti is daarbij de persoonsvorm. En de to is het onder, is de. Is niet, ik wilde zeggen, to is het onderwerp, maar als je dat zegt, dan zie je van, oh wacht even, ja, maar deze to, het antecedent van die to kan niet die tes eionos zijn, want die is vrouwelijk en to is onzijdig. Wat is het dan? Nou, het antecedent staat hier erachter, dat is die Heraklios Hieron. Dus die hoort nog bij de vorige zin, ook al staat die PV, hij is nog niet klaar. Zo, want deze Hieron, die is onzijdig, dus het relativum verwijst naar deze Heraklios. Heraklios Hieron. En Heraklios is geen typus. Dan Estohen is een hele lastige zin, maar het is een bijzin. Moeilijk te zien, maar die en is dus een als. Is een ei-an. En die esto en die en is dus een ei-an, dus dat is een bijzin. Esto is een activus. Die en zou eigenlijk vooraan moeten staan. Kataphygon voor ons gevoel, voor onze Nederlanders. Kataphygon is een nominativus. Hotai is een genitivus. Onbepaald voornaamwoord. Anthropon ook genitivus. Epibaletai, PV. Stigmata hiera is een activus. Heauton, nou is hier wel een komma, maar er staat hier geen voegwoord. Dus de zin loopt gewoon door. En die komma staat er omdat er eigenlijk wel een bijzin staat, maar dan met het participium. En die houden we eventjes gewoon allemaal netjes in de zin. Anders wordt het te ingewikkeld vaak. En dan heb je de echte hoofdzin weer. Ook existin. Existi is de PV. Tutu is geen tius. Deze zin is weer een beetje in elkaar gedraaid. Maar is maar die eerste. En de epithese Eionos Heraklios Hieron. Een tempel van Herakles. En er was. En dan epithese Eionos is op de kust. Je weet wel, de kust waar we het daarnet over hadden. Het was allemaal ingezoomd en daar op die kust was een tempel van Heracles. Een tempel van Heracles. En die tempel, to kainun esti, to die relativum. Dus maak er een bijzin van. Esti, hij is. En kainen ook nu. Natuurlijk niet en gebruiken, want wat verbindt dan die en? Kai kan ook betekenen ook. Dus die er ook nu nog is bij, zou je kunnen zeggen. Nou, hij doet elke keer die eerste letters niet. Die er ook nu is. Zeg dus niet die is er ook nu, want dan is het een hoofdzin. Maar to is een relativum, dus je moet er een bijzin van maken. Dat betekent onderwerp en persoonsvorm uit elkaar. Nou, en dan een hele lange, ingewikkelde zin. Kataphygon oiketes. Kataphygon, zijn toevlucht genomen hebbende. Zijn toevlucht genomen hebbende. Tot. En daar hoort een actieus bij. En dat is een slaaf die dat doet. En dan. Daar hoort die genitivus bij. Een slaaf hotai
antropon, van wie dan ook van de mensen. En van die slaaf wordt ook nog gezegd dat hij didus is. Gegeven hebbende. Gevende. Gevende. Nou, kom op. Gevende. En dan het werkwoord epibaletai. Hij laat aanbrengen. Wat hebben we allemaal aan actieve? Die tot, dat is. Tot is. Niet helemaal plus actieve, maar dat is. S. S plus actieve. Hij laat aanbrengen. Wat laat hij aanbrengen? De stigmata hiera. De heilige brandmerken. Oh, niet in het Grieks laten staan. De heilige brandmerken. En we hebben nog een actief zichzelf, heauton. Dan hebben we nog voorzetsel, esto, waarnaar. Dus die tempel, waarnaar. Nadi. Kan ook, nadi. En verder hebben we geen actieves. En we hebben een dativus aan de god. En we hebben een en, dat is als. E is I plus am, als. Dus dan krijg je als een slaaf. Van wie dan ook van de mensen. Nadat hij tot die tempel zijn toevlucht heeft genomen. Had genomen. Heeft genomen, klinkt hier leuker. Heeft genomen. Dus als een slaaf dan de heilige brandmerken voor zich medium aanbrengt. En er wordt er dan bij gezegd terwijl hij zichzelf geeft aan God. Denk er wel aan dat alles in groepjes bij elkaar staat. Hè? Hier bijvoorbeeld, hij brengt dit aan en dit heyautu toi teoi. Dat staat tussen komma's, dus dat is eigenlijk... Dan moet je die actieves bij die didus doen. Niet deze actieves bij die didus of deze actieves bij epibaletai. Nou, terwijl hij dat dan doet, als hij dat dan gedaan heeft... Ook excessi tutu hapsastai. Het is geoorloofd. Ik werd even gestoord. Excessie betekent het is geoorloofd. En dan hapsastai aangeraakt te hebben. Aangeraakt. Aan te raken. Aangeraakt te hebben. Het is wel een inventivus auristus te hebben. En wie je aanraakt staat gek genoeg in de genitivus bij het Grieks. Nou, in die genitivus is hier het woordje die. En er is nog een niet. Dus dan krijg je die slaaf, dus als zo'n slaaf dus zich dan heeft laten brandmerken en zo, dan verzin ik er even bij, dan is het niet geoorloofd. Oké, je pakt die eerste drie letters niet. Dan is het niet geoorloofd hem aan te raken. Of aangeraakt te hebben. Honomos hutos diate leai eon homoios tomegi emui ap arges. Honomos os hutos is een nominatief. Diate leai is een pv. Eon homoios is een genitivus. Nominatief. To is hier. Hoef je hier niks mee te doen. Megi amui is een genitivus met voorzetsel megi. En ap is met voorzetsel arges een genitivus. Dus die wet, zijnde eon is een ionische vorm voor on, voor het participium van zijn. Jullie kennen het vooral als on. Homoios gelijk. En dan diatele ei, hij is. Megi amai, emai, vanaf mijn tijd.
vanaf het begin, sorry, ab arches, vanaf eerst even mee in mij, tot aan mijn tijd. En ab arches is vanaf het begin. Dus dan krijg je, deze wet is gelijk, en dat zijnde laat ik even hier weg, zijnde vanaf het begin tot aan mijn tijd. Nou, dan toon. Toe is een genitivus. Oon, der zijn bijwoorden. Alexandru is een genitivus. Apisteatai is een bv. Therapontes is een nominativus. Putomenoi, nominativus. Ton, activus. Peritohiron is een activus door de hieron. Egontanomon is een activus. Hiketai de. De is een voegwoord, dus hier begint een nieuwe zin. Een nieuwe hoofdzin. Hiketai is een nominativus. Hizomenoi nominativus. Tuteju genitivus. Kategorion is een pv. Tu Alexandru is een genitivus. Boulomenoi zegt iets van die hiketai. Plaptein infinitivus. Auton is een activus. Pantalogon is een activus. Er staat wel een komma, maar die komt door dit participium. Exergeimenoi is een nominativus. Zegt ook nog steeds iets over die hiketai. En bij hoos is een nieuwe zin een bijzin, omdat hoos een voegwoordje is van de bijzin. En eigen is een pv. Periten helenen tekaiten is een activus. Die tweede ten hoort bij die adiken. En esmeneleon is een activus. Nou, Therapontes, dienaren. Welke dienaren? Nou, toe Alexandru, van Alexander. En Alexander is hier Paris, hè? Van Alexander. Die doen dus iets. En dan putomenoi, vernomen hebbende. Nou, wat doen ze? Ze apisteatai, zij rennen weg. En wat hebben ze dan vernomen? Putomenoi, dan krijg je dit stukje, al die activussen. De wet, te ton nomon, de wet. Egonta, hebbende. En dan peritohiron, betrekking op de tempel. Denk eraan deze ton, ze vernomen hebbende ton. Daar hoort niet deze bij, want er hoort de tohiron bij, want daar staat peri voor. Maar ton is nomon. Dat wordt dan allemaal bij elkaar. Dienaren. Geen de, geen lidwoord, er staat geen lidwoord. Van Alexander rennen dus weg. Daar is dus. Rennen dus weg. Nadat ze de wet vernomen hadden, die betrekking had op de tempel. Die wet die daarvoor besproken was. En dan hiketai. Het gaat over die priesters. En hiketai moet je hier predicatief vertalen, want het gaat over die priesters. Het zijn niet zomaar ineens smekelingen, maar als smekelingen. Als je een zelfstandig naamwoord predicatief moet vertalen, dan moet je daar het woordje als bij denken. Als smekelingen van God. Daar hoort die genitivus bij. Wat doen ze nog meer? Hizomenoi, zittende. En wat doen ze nog meer? Boulomenoi, willende. Daar hoort een infinitivus bij. En wat hebben ze nog meer? Exhegaimenoi, uitvoerig verteld hebbende. De pv is kategoreon, zij beschuldigen.
En wie je beschuldigt staat in de genitivus en dat is hier Alexander. En we hebben nog een evitivus. Bij willen heb ik een evitivus nodig. Dat betekent schaden. Dan hebben we nog een activus. En dat is hem, auton. En we hebben nog een activus pantalogon, het hele verhaal. Alles bij elkaar wordt het dus. En terwijl ze al smekelingen van de god zitten, beschuldigen ze Alexander, beschuldigden, ze Alexander, Bonomenoi Blaptein, omdat ze hem wilden schaden, omdat ze hem wilden. Nadat ze het hele verhaal verteld hadden. Uitvoerig verteld hadden. Inderdaad, klinkt eigenlijk hier een beetje slapjes. Je kunt misschien beter zeggen omdat ze hem wilden schaden doordat. Dat kan ook wel eens. Maar niet altijd doen graag. Dan de hoos, hoe. En eigen moet je hier vertalen met het stond. Even vrij vertaald, het stond. En dan periten, helenen is met een voorzetsel. Periten, kijk, waar ben ik? Periten, ik ben even mijn verhaaltje kwijt. Met voorzetsel, met betrekking tot Helena. Met betrekking tot Helena. En het onrecht ten adiken jegens Menelaos. Dus hoe het stond. Hoe het stond. Met betrekking tot Helena en het onrecht jegens Menelaos. Kategorion de tauta proste tus hieras kaiton tus stomatos tutu phylakon toi unuma en tonis. Kategorion is een PV, tauta is een activus, prostus hieras is ook een activus en ton ook en phylakon ook, want die ton moet ergens bij horen. En dan opgesloten daardoor de genitivus. Toi is hier een relativum, dus een bijzin. Toi is een dativus, het wordt hier een dativus possessivus, want ik heb hier een dativus, ik heb hier een nominativus. En ik heb het werkwoord zijn. En weer tonis als nominatief. Dus dat wordt een dativus possessivus. Kategorion is zij beschuldigden. Nou. Tauta, die dingen. Dus zij spraken die beschuldigingen uit, dan moet je een beetje omschrijven. Je kunt niet zeggen, beschuldigen die dingen. Nee, je beschuldigt iemand van die dingen. Je kunt ook zeggen, zij beschuldigden van die dingen. Dit is een kwestie van Nederlands. Prost, tus hieras. Tegen de priesters. En, want er staat te kai is twee keer en. En tegen de priesters. En tegen de bewaker van die monding. Waar in het vorige stuk sprake van was. Dus zij uiten die beschuldigingen, dan maar uiten die beschuldigingen. Uiten met dubbel T, het is verleden tijd. Die beschuldigingen tegen de priesters
En de bewaker van de monding. Die monding. Unuma is de naam. Tonis. Hij was. En een relatieve aan wie. Nou, aan wie de naam Tonis was, is geen Nederlands. Die de naam Tonis had, wat je normaal gesproken moet doen bij een dativus possessivus. Aan mij is een hond woord, ik heb een hond. Dat klinkt ook niet. Maar omdat een naam in staat, mag je het werkwoord heten gaan gebruiken. Dus die Tonis heten. Dat was dit stukje. Tot de volgende keer.